Yo, Nintendo fans! Het is tijd voor Speed Golf. We moeten met snelheid gaan golfen in Mario Golf. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we snel lekker een balletje slaan. We moeten weer 3 holes doen met maximaal een +3. En dat in 10 minuten. Nou, de tijd moet niet echt een probleem gaan zijn. We kunnen alsnog wel rustig aan doen. Dus even kijken. Ik kan hem best wel prima daar naartoe slaan, denk ik. Zo. Ja, dan gaat hij waarschijnlijk een klein beetje naar links, die bal. En dan moeten we gewoon keihard gaan rennen. Sprinten, let's go. En dan kunnen we hard sprinten, we kunnen zacht sprinten. Dit is wel een lekker flink sprintje. Dan zijn we gelijk bij de bal. En die ligt best wel prima eigenlijk. Ja, die ligt wel nice. Oké, dan moeten we hem nu dichtbij gaan doen. Even kijken. Het is aflopende heuvel. Dus we moeten iets zachter, ongeveer zo. Ja, dit is denk ik prima. We moeten nu een tikkeltje naar rechts mikken misschien. Het was trouwens geen aflopende, maar een oplopende heuvel. Dit is een aflopende heuvel. Kom op. Ja, lekker, we hebben hem. Oké, dikke prima. En door naar de volgende hole. Dus even kijken, we moeten nu heel ver. Ik ga hem gewoon een flinke sweep geven. Let's go. Boom! En sprinten maar. Kom maar. Hoppakee. Rennen achter je bal aan. Ja, we hebben hem een flinke klap gegeven. Lekker. Nog een sprintje trekken. We zijn er bijna. Sprint, 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 sprint. Ja. Oké. Gaan we het nu halen? Ja, we kunnen het nu halen. Oké, we moeten hem weer een flinke klap geven. Let's go. Hopelijk komt hij goed te liggen nu. Of slaan we hem veel te ver? Het zou zomaar... Ja, volgens mij heb ik hem een beetje te ver geslagen. Nou. Ja, hij ligt net niet in de green. Hij ligt hier net op het randje. Ik denk dat dit een prima slagje moet zijn. Oh? Oh? Oeh! Hij ging er bijna in één keer in. Kom op, slaan erin. Let's go, tap in. Hoppakee, 3 slagen. Lekker. En de volgende, die moeten we erin 5 keer inslaan. Dus dit ligt waarschijnlijk nog veel verder weg. Dus even kijken. Ja, die ligt heel ver weg. Ik ga gewoon keihard rammen. Hoppakee, op z'n allerhardst. Boom! Lekker man, lekker. Oké, en sprinten achter die bal aan rennen. Ja, dit is een prima slag. Dat was weer een goeie. Kijk, hij ligt hier netjes gewoon in de green. Even kijken waar we alleen nu naartoe gaan slaan. Ja, we gaan daar naartoe slaan. Het lijkt me alsnog wel lastig, hoor. Ik ga kijken of dit lukt. Ik ben benieuwd of dit lukt. Ik ben heel benieuwd waar deze bal terecht gaat komen. Achter de heuvel. We kunnen totaal niet zien waar die ligt. Oh, hij ligt eigenlijk heel goed. Nice. Oké. En dan moeten we nu daar naartoe slaan. Dit zou moeten kunnen. Ik ben benieuwd. Lijkt mij de perfecte bal. Maar ja, wat ik denk, dat is niet altijd zo. Nou, Rick. Dat was toch wel een aardig mooi balletje. Zo op de green. Dan moeten we nu gaan proberen om hem erin te knallen. Eens even kijken. De wind staat schuin naar links. Dan moet ik een klein beetje naar deze kant slaan. Oké, we gaan ervoor, jongens. We gaan ervoor. Ja. Nee. Ja. Wel. Lekker. En birdie. Dat betekent dat we het beter hebben gedaan dan het gemiddelde. Want het gemiddelde is zo zeg maar 5 slagen. En we hebben hem in 4 slagen gedaan. Dus dit is helemaal top. Ik ben hartstikke tevreden. En de XP gaat ook gelijk lekker. We zijn geslaagd voor de test. Ze vinden het knap werk. En nu mogen we een kwalificatieronde spelen. En daarvoor moeten we ons melden bij de poort achter het clubhuis. Dus ik hoop dat we nu tegen andere leuke Nintendo characters mogen gaan spelen. Dus even kijken waar het clubhuis precies is. Mensen van het clubhuis. Waar zijn jullie, jongens? Moeten we hier naartoe? Oh, maar ik kan hier niet naartoe. Of wel? Oh ja, oké. We kunnen hier naartoe voor de kwalificatieronde. En ze leggen ons nog even uit wat je doet met effect. Dus je kan je bal ook proberen om bomen of iets anders heen te sturen. We golven met 2 andere spelers. Oké, nice. We moeten 9 holes spelen. Oké, dat is best wel veel. 9 holes met maximaal +4. Hier moeten we ons wel even concentreren, jongens. Oké, we moeten nu recht vooruit, denk ik. Bam! Oké. Ik wil eigenlijk mijn kant van effect veranderen. Maar oké, dat kan blijkbaar nog niet. Let's go! We moeten tegen Birdo en tegen Toad. Ik ga hier even muntjes verzamelen. Hey. Kijk, een hartje. Dan kunnen we gewoon lekker snel gaan rennen. Ik lig gelijk het verste, dus dat is helemaal top. Oké. We gaan weer vooruit slaan. Ja, cool. Zo hard mogelijk weer. En... Bam! En rennen maar, Rick. Hoppakee, hartje pakken. Muntjes pakken, alles pakken. Wat je pakken kan. Kunnen we een birdie maken? Vast wel, toch, jongens?
Vast wel, toch? Ja! Heerlijk! Kijk, we staan nu gelijk op min 1. En min, dat is goed in golf. Plus, dan heb je het niet zo goed gedaan. Maar bij min heb je het wel goed gedaan. Oh, en ik zei dat we tegen Birdo moesten. Maar ik keek niet goed. Ik tegen Roze Yoshi. Ik heb Roze Yoshi beledigd. Wat erg. Oh, dit is echt heel erg. Ik zag Roze Yoshi aan voor een Birdo. Oh, sorry jongen. Sorry. Het spijt me. Ja, ze zijn allebei nog niet klaar. Toad is ook nog niet klaar. Ja, nu zijn jullie wel klaar, toch? Dit gaan jullie wel redden, toch? Kijk. Ja, hoppakee. Allebei lekker bezig. En door naar de volgende. Dus even kijken hoe deze staat. Hier kunnen we, denk ik, een hole-in-one gaan maken als het even een beetje mee zit. Oké, let's go. Ik ga met effect slaan. Ik ga hem wat topspin meegeven, zodat hij misschien wat hoger komt. Ik hoop dat... Ja, zij liggen ervoor. Ik lig erachter. Nou, nee, ik lig er ook voor. Oh, wat lekker weer. Oké, laten we weer voor een birdie proberen te gaan. Let's go. Let's go. Oh, ik mis. No. Nou ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit is ook goed. We hebben een par, dus dat is oké. Maar het had ook in tweeën gekund. Ah, ik ben nog niet zo pro, blijkbaar. En Roze Yoshi en Toad, die hebben het ook in 3 slagen gedaan. Dus de stand blijft hetzelfde. Deze moeten we in 5 keer doen. Dus laten we maar gewoon keiharde knal geven, die bal. En proberen zo dicht mogelijk, ja, zo ver mogelijk te slaan gewoon. Lekker. Sorry, Birdo. Ik hoop dat alles goed met je gaat, Birdo. En het spijt me dat ik je net beledigd heb, Birdo. Ook al weet ik dat je geen Birdo bent. Ik blijf je gewoon lekker Birdo noemen. Dus even kijken. We gaan nu daar naartoe slaan. Ja, helemaal top. Geef hem maar een knal. Bing! Waar ligt mijn bal? Mijn bal ligt hier. Oké. We moeten hem een heuvel opslaan. Gaat dat lukken? Ja, oké. Ik kan hem aardig richting de hol gaan slaan. De wind staat een beetje naar links. Zo. Oké. Ik denk dat dit een prima slag is. We gaan het zo wel zien waar mijn bal ligt. We gaan nu gelijk rennen. Oh, we liggen op de green. Dat is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Kijken of we hem nu af kunnen maken. Het is nog wel wat ver weg. Ik hoop dat dit goed genoeg is. Dus even kijken. Nou, dit is een mooie bal. Ja! Oh, die was lekker, man. Die was heerlijk. Deze moeten we in 4 keer slaan. Hol nummer 4 van de 9. Ja, we gaan hem gewoon weer een keiharde hengst geven. Gewoon lekker rechtdoor. Helemaal mooi. Nu gaan we hem proberen daar te slaan. Oké, helemaal top. Zo hard mogelijk. Ik ben benieuwd of in de green liggen. Ja, hij bounced wel lekker de goede kant op mijn bal, zo te zien. Ja, die ligt best wel goed. Ik denk nog niet dichtbij genoeg om hem echt goed te putten. Maar dit was wel redelijk. Even kijken hoor. Ja, zo. Een beetje rekening houden met de wind die een beetje tegenwind is. Hopen dat dit niet te hard is. Het is net wel iets te hard. Ik had hem iets zachter moeten doen, maar het is alsnog wel oké. Dus even kijken of dit lukt. Iets zachter, want hij gaat... Jammer. Maar we kunnen hem intappen. De baan ging naar beneden, dus ik probeerde hem al iets zachter te doen. Maar, oh, een boogie? Oh, dat is niet goed. We hebben er 1 slag te veel over gedaan. Oh, nee. Oh, nee. Yoshi en Toad hebben het gewoon beter gedaan. Nu moet ik mijn game gaan upsteppen, jongens. Oké. Ik wil wel winnen van die 2 natuurlijk. Deze moet weer in 4 keer. Dus, kom op, Rick Judy. Je begon lekker. Je moet het wel even volhouden. Je moet wel goed genoeg blijven gaan, hè? Sprinten naar het hartje. Ik ben benieuwd, jongens. Wat vinden jullie van deze game? En hebben jullie deze game eigenlijk ook? Of ben je van plan om deze game te gaan halen of helemaal niet? Laat het me even weten in de reacties. Dan geef ik die bal nog even een flinke knal, ja? En de computer vindt het een mooie slag. Dus dan ben ik er ook tevreden over. Ja, ik vind het ook een prima slagje. Ja, die ligt wel weer lekker. Ja, hij moet in 4, hè? Dus ik moet nou wel even zorgen dat deze slag wel even goed gaat. Eens even kijken. Ja, zo. En dan ga ik maar proberen om hem iets zachter te slaan. En dan hoop ik dat die bal niet te ver doorglijdt of doorgaat. Ja, oké. Okay, dit is top. Dit is nice. Go. Ja. Lekker. Oké, goed genoeg. Een par is goed genoeg. Let's go. Zet hem op, Yoshi. Toad ga je naar... Oh, Toad gaat naar slag 6. Oh, nee. En Yoshi? Yoshi heeft het wel in 5 slagen. Arme Toad. Dit was geen goede beurt van Toad. Hij heeft een plus 3. We zijn op hole 6. Deze moet in 3 keer. En we kunnen hem nu in 1 keer dicht bij de hole leggen. Dus eens even kijken hoe de wind staat. Staat een beetje naar links. Let's go. Ik ben heel benieuwd.
Ik ben heel benieuwd. Zij zijn opeens sneller geworden dan ik. Kijk, ze rennen, jongen. Ik ga jullie sprinten. Hé, hey, kom hier. Ik lig wel op de green. Maar dit wordt wel een lastige. Ik denk niet dat ik deze ga redden. We gaan het proberen. Ik moet denk ik ietsje harder slaan. Niet te veel. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Hij ligt er gewoon naast. Ik kan het nu gewoon afmaken. Focus. Focus. Ja. Lekker. En Toad is ook klaar in 4 slagen. En Yoshi ook weer in 4. Nou, die twee die zijn een beetje uit vorm nu. Ik ga wel van hun winnen, denk ik, als het zo doorgaat. We moeten nog 3 holes nu. Deze moeten we in 4 keer doen. Keihard rammen die bal. Boom. En rennen. Go, 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 go. Eens kijken, waar gaan we die bal neerleggen? Oh, we kunnen hem nu op de green neerleggen als het een beetje mee zit. Wel last van bomen daar. Ben benieuwd wat deze bal gaat doen. Ja, hij ligt prima daar. Ik zou niet zeggen dat hij... Ja, nee, hij ligt net niet op de green. Oké, maar ik kan hem wel putten. Moet hem ietsje harder slaan, denk ik, maar niet te hard. Eens even kijken. Nah, net niet. Ah! Hij moest echt een millimetertje harder. Maar het is goed genoeg. Oh, het is opeens donker. Ah, dit wordt een moeilijke. We moeten dit in 4 slagen gaan doen. Laten we maar gewoon keihard gaan rammen. En ik ga proberen lekker hoog te slaan met een beetje topspin erbij. Ik ben benieuwd of mijn bal een beetje ver gaat komen. Nog 197 meter of 179 meter tot de green. Eens even kijken wat we kunnen doen. Nou, we kunnen hem best wel ver doorslaan nu. Maar nog niet tot op de green. Ik ga hem langs de boom heen proberen te slaan. Ja. Dat gaat goed. Go, 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 go. Ik moet nog 37 meter tot de green. Ah, dit is geen makkelijke. Dit is geen makkelijke. Oké, we moeten echt ervoor zorgen dat we niet te hard slaan. We hebben wel wind tegen. Ik ga hem zo proberen te slaan. En dan hoop ik dat dit een beetje goed is. En erachteraan. Ja, oké, dit is aardig. Ah, dit moet wel lukken, toch? Dit moet wel lukken, toch, jongens? Kom op, kom. Oh, ik had harder moeten slaan. Oh, ik sla nu echt veel te hard. Oh, maar hij gaat er wel in. Gelukkig. Oh. Ik heb 1 slag te veel nodig gehad. Oh, nee. En Yoshi die gaat hem in 4 doen. En Toad gaat hem ook in 4 doen. Dus ze lopen allebei in op mij. Nee, jongens. Dit is niet de bedoeling. En dan zijn we nu bij de laatste hole. Oh, oké, het wordt toch nog spannend misschien. Ik moet dit niet verpesten. We moeten deze in 5 keer doen. Kom op. Ik heb een beetje topspin meegegeven. Ik ga hem eens even proberen om een beetje spin mee te geven. Oh nee, ik heb de verkeerde kant spin. Oh nee, ik wou dus al die controllers gewoon andersom gaan zetten. Omdat ik het onlogisch vind dat ik dit bepaalde spin op die manier mee moet geven. Nou ja, daar zag je het. Ik sloeg hem gewoon keihard in de boom in plaats van om de boom heen. Ik ben ondertussen aan slag 3. En hij ligt wel oké, zo te zien. Maar ik moet het nu wel even concentreren. Want ik moet hem nu wel echt even goed neerleggen. Eens even kijken. Hoe ver is dit? Zover. Ik denk dat dit hem ongeveer moet zijn om hem goed neer te leggen. Hopelijk. We gaan het zien. Oh, ja. Jazeker wel. Jazeker wel. Yes. Heerlijk. In 5 slagen zoals het moest. Gelukkig. Eens even kijken wat Yoshi en Toad gaan doen. Terwijl Toad bijna in het water wordt geduwd door Yoshi. Jij savage guy, jongen. Waar ligt je bal, jongen? Is dat jouw bal? Oké, zet hem op, Toad. Ik bedoel, Yoshi. Ik heb hem nou al Toad genoemd, Birdo. Dit is toch veel te hard, of niet? Dit is veel te hard, jongen. Kan jij dit? Nee, nee. Yoshi faalt. En Toad? Daar komt de bal van Toad. Oh, oh, wat een bal van Toad. Jeetje. Maar hé, dit is de eindstand. We hebben dit gefixt. We hebben ons eerste toernooitje gewonnen. Ja, dit voelt heel goed. We gaan gelijk, weet ik, voor hoeveel levels omhoog? 4 levels omhoog of zo? Krijg ik nu ook een beker of zo? Krijg ik een beloning, een prijs? De hoofdtrainer die zegt in ieder geval uitstekend werk in die kwalificatieronde iedereen. En precies binnen de tijd. Uitgerekend morgen gaat de Greenwide Open van start. En na die uitstekende prestatie mogen jullie daar aan meedoen. Het toernooi duurt 2 dagen. Op de eerste dag wordt de voorronde gespeeld waarin alleen de beste spelers zich plaatsen voor de finale. En als je er op de tweede dag nog bij bent, maak je kans om je chrome badge te halen. Maar daarvoor moet je bij de beste 3 eindigen. Dat moet ons lukken. Chuck zegt ook, is dat alles kat in de bakkie? Zet mijn naam maar alvast op die beker. Maar Toadette die zegt, nee, niet zo snel. Ik sla misschien niet zo hard als Chuck, maar tactisch gezien ben ik sterker dan iedereen. En dan zegt Boer nog, ah, grote woorden, maar jullie hebben mij nog niet zien spelen. Goed, als spook word je al gauw over het hoofd gezien. Pff.
Nou, ik zeg gewoon niks, weet je. Ik ga gewoon spelen. En Charging Chuck, die wenst me wel veel succes. Dus dat vind ik wel sportief van je. Of niet, want hij zegt, je gaat het nodig hebben. Dit is een gevecht tussen mij en die andere twee, als je het mij vraagt. En ik vraag het aan mij. Chuck, jij doet kapot stoer. Toadette zegt ook, nou, dat had je wel iets diplomatieker mogen zeggen, maar hij heeft geen ongelijk. Boe ook. Nou, ik ga jullie een poepie laten ruiken, jongen. Die voor jullie. Oh jee, er schijnen wat topspelers mee te doen aan een toernooi. Oh nee. En Boe zegt, hoe is dat eerlijk? Hoe moeten wij winnen van die topspelers? Gewoon gaan spelen, jongen. Oh, de hoofdtrainer zegt, er wordt met een handicap systeem gespeeld. Dus de betere spelers krijgen waarschijnlijk een handicap mee of zo. Oh nee. Het schijnt hier anders te werken. Hoe beter je badge, hoe minder clubs je mee mag nemen. Maar Charging Chuck zegt, ja, ik heb toch maar één nodig, joh. Gewoon diegene waarmee die hard kan slaan waarschijnlijk. Oké. Okay. Let's go. Ik ben ready, jongen. Ik ben klaar voor de voorrondes. Maar eerst moeten we even een tukkie gaan doen. Het is wel echt een superleuke wereld gewoon, jongen. Je kan ook met iedereen praten hier. Dat hebben ze echt leuk gedaan. Nou, laten we maar even gaan slapen. En dan is vandaag de grote dag voor het toernooi. En die gaan we doen in de volgende aflevering. Dus als je dat wil zien, vergeet dan niet te abonneren. En gooi even het duimpje omhoog voor de support. Dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!